Dit is toch top? Dit is dus nog niet alles, maar ik zal in ieder geval even laten zien wat we hier dus hebben liggen. Bij Kruidvat had ik voor 75% korting. Nou ja, in ieder geval een hele tas vol met bambino sokjes gekocht. We zijn bezig met de voorbereidingen voor de vakantie. We staan hier nu in de babykamer en we hebben een beetje alvast wat kleding uitgezocht voor Jason die we mee kunnen nemen. Ja, het is dus echt best wel lastig om te bedenken wat je nou allemaal mee moet. Ik twijfel een klein beetje over deze zwemband, maar het is natuurlijk wel heel erg leuk om mee te hebben voor in het zwembad. Zwembroekje, zwemluiers. Maar ja, dat is natuurlijk nog lang niet alles, want dan hebben we het nu alleen nog maar over de kleding en we moeten alle verzorgingsspulletjes nog meenemen. Dingen zoals de kinderwagen. We hebben nu dus een buggy via Marktplaats gekocht. Dat is wel heel top. Maar het is echt bizar hoeveel dingen je mee moet nemen. Ik had laatst ook echt op mijn Instagram story had gezet dat we op vakantie gaan. Toen kreeg ik ook echt een DM van iemand van nou, bereid je voor op de volksverhuizing. Maar dat, ja, dat is dus echt zo. Want je moet zoveel dingen meenemen. Hey, heb je weer een mooi pakje aan? Hey. Lekker dutje gedaan. Terwijl Sjors nog even verder gaat met het opvouwen boven, ben ik nog even beneden met Jason. Kijk, we hadden deze kinderwagen op eigenlijk buggy. Oh, wat ga je doen? Wat ga je doen? Die hadden we via Marktplaats kunnen kopen. Dus dat is heel chill, want die kun je tenminste meenemen tot aan in het vliegtuig. En ik had dus inderdaad bij Kruidvat had ik voor 75% korting. Nou ja, in ieder geval een hele tas vol met bambino sokjes gekocht. Die gaan dus uit het assortiment van Kruidvat. Dus vandaar dat ik ze bij mijn Kruidvat voor 75% korting kon kopen. Inmiddels alweer 1 uur. Dus wij gaan even lekker lunchen. Ja. Ik doe net als hij aan het kruipen. Toen vond hij nog dat ene stukje brood. Echt zo. Nam, 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 nam. Ja. Ja. Je hebt ook al lekker gedronken. Dus ook nog broodje eten. Lekker hoor. Ja. Echt een broodjesmonster ben jij. Ja. Oké, ik ga ook nu even kijken welke make-up en verzorgingsspul ik allemaal mee wil nemen. En ik denk dat ik gewoon even een make-up tasje pak. En dat ik die gewoon ga vullen met alles wat ik mee wil nemen. En dat ik dan gewoon de komende 2 dagen dat ik gewoon eventjes uit dit tasje ga leven. Want dan hoef ik in ieder geval op het laatste moment niet allemaal make-up spullen nog in te pakken. Dan weet ik gewoon dat dat helemaal klaar is. Alsjeblieft niet op de chaos. Ik ga even kijken wat ik dus mee ga nemen. Nu twijfel ik een beetje of ik dit hele palet meeneem. Maar ja, kijk, ik heb hier namelijk 1 kleur in zitten. Dat is deze. En dit is dus mijn favoriete oogschaduwkleur. Eigenlijk zou het echt super chill zijn als ik hier gewoon een mono van zou hebben of zo. Maar ja, dat heb ik dus eigenlijk niet. Maar ik denk gewoon, ja, weet je, ik neem al gewoon het hele paletje mee. Zoveel extra ruimte neem ik dan ook weer niet in beslag. Favoriete foundation, die is bijna op trouwens. Dus misschien dat ik die dan als die op is daar kan laten. Nou, hetzelfde geldt voor deze poeder. Ik denk dat ik die ook een soort van op kan maken en dan daar laten. Nou, het is inmiddels de volgende dag en we zijn als het goed is een soort van klaar met alle spullen verzamelen die we voor Jason meenemen. En we dachten dat het misschien ook wel leuk is om te laten zien aan jullie ja, wat we allemaal meenemen. Ik had echt van tevoren gedacht van, nou weet je, Jason, kijk nou hoe klein die is. Alle kleertjes die zijn nog zo mini, weet je wel. Dus het zal ook wel meevallen met alles wat we meenemen, maar... als ik het nu dan zo op de vloer zie liggen, denk ik echt van oké, dit is toch echt best wel veel. En het is nog niet eens alles, want we moeten alle verzorgingsspullen moeten we natuurlijk ook nog meenemen. Dit is dus nog niet alles, maar ik zal in ieder geval even laten zien wat we hier dus hebben liggen. Even kijken, we beginnen bij de rompers. 8 rompers met korte mouwen. Is het een idee dat jij het dan meteen in de koffer doet? Ja. Yeah. Oh, gezondheid. 3 rompers met lange mouwen. 10 paar sokjes. We twijfelden een beetje of we nou echt een slaapsokje mee moesten nemen of een pyjamaatje. Dus uiteindelijk hebben we toch maar gekozen voor een pyjama. En dat was ook eigenlijk een beetje genoodzaakt omdat hij uit zijn slaapzakjes was gegroeid. Van die dunne. Want we hebben zeg maar alleen nog van die dikke slaapzakken. Dus vandaar dat we dachten, nou dan nemen we wel gewoon een pyjamaatje voor hem mee. 2 blouses met langere mouwen. Deze zijn lekker luchtig. 3 shirtjes. Met korte mouwen, want meer hadden we eigenlijk niet. 2 joggingbroekjes. Ga je helpen met inpakken? Dat is lief.
Ik ga je helpen, wat goed van jou. Nou, dan hebben we hier nog een soort van playsuit pakje. Een korte broek. Een soort van linnenachtige broekje. En nog een korte broek en nog een tuinbroekje. Oh my god, volgens mij, ik denk dat we echt veel te veel kleding hebben meegenomen voor hem. Oh ja, het is heel klein. Ja, dat is waar. Het is niet zo heel veel bij elkaar. Nou, echt een hele shitload aan slabbetjes. Een grote hydrofiele doek. Oh, wacht, zijn andere handdoek. Wacht, ik pak zijn andere handdoek. Laatst had ik natuurlijk bij Primark had ik deze handdoek gekocht. Dus die wil ik echt heel graag mee. Dus die hadden we even in een was gedaan. Dus één handdoek met zo'n capuchon dingetje eraan. Tuurlijk, niet te vergeten, zijn zwembroekje. Een petje, 5 hydrofiele doeken en een kweldoek. 2 van die lange mouwen schortjes. Als er eentje vies is, dan kunnen we zeg maar die andere even zelf met de hand wassen en laten drogen. En dan hebben we in ieder geval nog een andere om te gebruiken. Natuurlijk zwemluiers. Deze van Kruidvat vind ik trouwens gewoon heel erg fijn. Dit zijn echt van die broekjes die je gewoon in één keer over een gat heen kunt trekken. Dan qua verzorgingsspullen. Ja, die huggies, daar willen we gewoon sowieso 2 schone pakken van meenemen. Dan hebben we in ieder geval iets. Deze poeder van Kruidvat, die is heel erg fijn trouwens. En die ruikt ook echt super lekker zoet naar snoepjes. En deze luierzalf, die vind ik ook heel erg fijn. Die werkt echt heel goed. Eigenlijk werkt dat veel fijner dan die pseudocreme. Dus het liefst neem ik deze mee. Nou, misschien zijn haargel als we nog een extra plek hebben. Dan hebben we hier een toilettasje. Daar hebben we de thermometer. Een paar paracetamol zetpilletjes. Oorstaafjes. Een nagelknippertje. Even kijken hoor. George had hem al een beetje ingepakt. We hebben hier een shampoo bar. Oh ja, dat is inderdaad wel handig. Purolzalf, die gebruiken we als hij droge wangetjes heeft. Doekjes van die kleine wattenschijfjes. Waar we s'avonds altijd zijn gezichtje mee wassen. Nog wat badspeeltjes, een speentje. En dan kan dit er dus ook wel bij. Voor de zekerheid nemen we deze ook maar mee. Dit is een hoes voor het ledikant matrasje. Baba. Ja. Baba. Gaan we bijna op vakantie. Bijna op vakantie. Weet je wat ik trouwens ook echt nog even uit wil proberen? De draagzak, maar dan Jason op je rug, want dat mag nu. Daar is hij nu groot genoeg voor. Dus dat wil ik eigenlijk echt even testen. Is het wat? Oh my god. Is het wat? Testen, prima uit. Volgens mij zit hij ook best wel lekker zo. Hetzelfde als voor. Vindt hij het leuk? Hij zit een beetje rond te kijken. Zit het beter? Dit zit zo chill. Ja? Dit zit echt zoveel beter. Oh my god. Kijk. Dit is toch top? Ja, dit is echt veel beter. Kan hij ook een beetje... Oh, lekker. Lekker snel tegen je rug als Kan hij ook een beetje over mijn schouder kijken? Of dat niet zo? Nee, dan moet hij hoger. Dan moet hij hoger. Nee. Kan dat niet. Maar hij is, dit is voor ons is dit echt zoveel fijner. Hij kan net aan misschien. Dit zit zoveel beter dan aan de voorkant. Dit is echt beter voor je rug gewoon. Top. Oké, het is inmiddels 4 uur en langzaam maar zeker begin ik een beetje het gevoel te krijgen dat ik alles heb ingepakt voor de vakantie voor mezelf. Hier hebben we nog meer spullen voor Jason, die trouwens volgens mij echt heel erg moe is. Ja, volgens mij is hij moe. Maar goed, we hebben hier dus nog allemaal speelgoed voor hem liggen. Moeten we even uitzoeken wat we nou precies meenemen. En hier hebben we dan nog een koffer voor de handbagage. Daar wil ik mijn laptop nog in doen. En de hele keuken ligt dus nog helemaal vol met allemaal spullen die we mee moeten nemen. Ook voor Jason. Ik wil sowieso deze koffspullen mee. En ik wil al dit meenemen voor Jason. Ik hoop dat het allemaal gaat passen. Oké, super chill. Ik heb eindelijk even kunnen editen. Dus... ja, misschien als ik vanavond nog verder ga dat ik de video kan inplannen voor als we op vakantie zijn. Dat zou voor mijn gemoedstoestand zou wel gewoon echt heel erg lekker zijn. Omdat we dan de eerste dagen gewoon echt even lekker kunnen genieten van de vakantie. Maar nu zie ik dus dat het 5 uur is. Jason die is rond 4:15 gaan slapen denk ik. En nu twijfel ik dus. Moeten we hem niet wakker maken uit zijn slaapje? Hoe lang slaapt hij nu al? Over 8 minuten en uur. Misschien dat hij zelf wakker wordt. Ja, zullen we dat afwachten? Dat als hij over een uur... ja, dan slaapt hij dus inderdaad een uur lang. En als hij dan niet uit zichzelf wakker wordt, dat we hem wakker maken? Laten we zeggen 4:15. We proberen de bedtijd een soort van te vervroegen. En ik had ergens dan weer gelezen dat
ja, je hebt natuurlijk slaapassociaties. Nou, en hij is echt gewend om mij aan de borst in slaap te vallen. Terwijl, dat is heel gek, want overdag dan doet hij dat niet per se. Dan kun je hem gewoon neerleggen. Maar 's nachts, als hij de nacht ingaat, dan is hij dat echt gewend. Maar aan de andere kant willen we dus ook eigenlijk zijn bedtijd vervroegen. En nu had ik dus online gelezen dat het of de slaapassociatie aanpassen is, of de bedtijd vervroegen. En dat je niet aan allebei kan werken of zo. Geen idee of dat echt zo is. Maar we willen dus eigenlijk ervoor zorgen. Hij is wakker. Haal jij hem uit zijn bed of haal hem samen even op? Hij wordt altijd echt nog steeds huilend wakker uit zijn slaapje. Dat is wel echt heel erg zielig. En waardoor dat komt, geen idee. Hey. Hey. Hallo. Och, Gosje. Hey. Och, liefie. Ja. Heb je zo'n lange dut gedaan? Mm-hmm. Heb je zo'n lekker lange dut gedaan? Mm-hmm. Oh jee. Papa is uit het leven gestort. Ja, echt hoor. We zaten allebei vanmiddag met de lunch. Ik ben kapot. Een paar uur. En dan zitten we lekker met onze bil op Gran Canaria. Oh, zoveel zin in. Ik denk dat deze vlog inmiddels ook best wel lang is geworden. Dus we gaan hem lekker afsluiten bij deze. Super leuk dat je er was. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik heb zoveel zin in de volgende vlog. En dan gaan we natuurlijk op vakantie. We gaan op vakantie. We gaan op vakantie. Boom!